Er waren eens twee kinderen. Ze hadden een prijs gewonnen. Met die prijs konden ze op reis. Naar welk land wisten ze nog niet. Ze gingen naar het vliegveld. Na 9,5 uur waren ze er. Een stem zei: welkom in ik weet niet waar ik ben land. De kinderen stapten uit, want ze zagen Raadje nooit. Ze zagen een ballet-octopus en een vleermuis met een ezelkop en nog veel meer. In verte zagen ze een kasteel met een kat en een muis. De kinderen gingen er naartoe en ze gingen naar binnen. Er was een poort, die zat op slot. Er klonk een enge stem: ga weg of ik vreet je op! Dat klonk niet best, zeiden ze in koor. De poort ging open. Ze zagen een afschuwelijk monster. Maar wat is dat? Er zit een scheur in zijn rug. Ze zagen een sleutel hangen in de scheur. Ze pakten de sleutel en zagen dat de sleutel precies in de poort paste. Ze maakten de poort open. De kinderen vlogen de poort in. En in een mum van tijd waren ze weer thuis.